We staan hier in Blaricum. Het gas is hier 5 jaar geleden al afgesloten omdat er geen gas meer in de grond zit. Ja, bossen zijn in het crisisjaar 2005 massaal gekapt om toch nog aan een beetje hout te komen om het vuur te stoken. Staatsbosbeheer verwacht dat er over een aantal maanden dat de houtvoorraad op zal zijn en dat er een crisis dreigt aan te komen. Binnen afzienbare tijd zullen de laatste overgebleven bossen ook uitgeput raken. Hierdoor hebben dieren geen kansen meer om te overleven. Ja, dat is zo. We staan hier bij de familie Van Dijk en het is hier behoorlijk koud. We zullen even kijken hoe het met ze gaat. Man, wat is het koud. Man. Dag mijn familie Van Dijk, meneer Van Dijk. Goedemiddag. Ga hier even zitten hoor. Hoe maakt u het? Nou, we hebben het eigenlijk vreselijk koud, want we hebben geen hout meer en we stoken nu de laatste familiefoto's stoken we op en dan... is het ook weer gedaan en we hebben nog een beetje plastic afval. Maar ja, als dat op is, is de situatie eigenlijk hopeloos voor ons. Mag ik u vragen hoe u dan door deze winter komt? Nou, heel koud. Ik weet ook niet hoe het verder moet. Misschien vinden we nog wat om warm te blijven. Dat zou wel handig zijn, ja. Ik zal dit er nog even op gooien. Ja. Nou zou ik zeggen, succes! Ja, dank u. Wij zijn hier bij de inschrijfbalie van het Jongejongensziekenhuis in Heerenveen. En het probleem is dat het hier zo druk is dat de enige arts die hier werkt geen tijd heeft om die mevrouw met haar blinde darmontsteking te helpen. We gaan even aan haar vragen hoe het met haar is. Mevrouw, ja. Hoe gaat het met u? Oh, ben ik al bijna aan de beurt? Ik heb zo'n pijn. Oh. Ja, zover wij kunnen zien staan er nogal wat wachtenden hier. Het is vrij druk. Wat vindt u hiervan? Even gevraagd, maar er is nog steeds niemand om te helpen en ja, we zijn hier al 4 uur en ja, ik wil eigenlijk naar huis. Mijn 16 kinderen zitten op te wachten. Ja, het schiet echt niet op hier, hè? Ik hou het echt niet langer meer vol, hoor. Ik heb echt zo'n pijn. Tot zover hier het nieuws vanuit de Tjongerschans in Heerenveen. Wilt u wat doen aan deze wachtrij? SMS wachtrij om. Nee, wachtrij uit. Nee. Naar 8441. Of stort uw bijdrage op Giro 8441. Doen! Hongersnood, we kennen het allemaal. In provinciën als Friesland, Utrecht, loopt de voedseltekort in de spuigaten uit. Zoals hier ook bij de Albert Heijn. Zo. Nou, we gaan eens even met meneer praten. Wat is er gebeurd, meneer? Ja, ze hebben gewoon mijn supermarkt geplunderd. De bevoorrading uit ons distributiecentrum in Rotterdam ligt al tijden stil. We zijn ten einde raad. Zelfs de voetbalplaatjes gestolen? Zelfs de voetbalplaatjes hebben ze meegenomen. Experts zeggen dat het alleen maar slechter en slechter wordt. Men gaat ervan uit dat de eerste slachtoffers snel zullen vallen. We hebben een bericht gekregen dat er een World Service groep uit Malawi hier komt helpen om deze supermarkt weer te bouwen. Zulke berichten geven de burger moed. Zo,